het centrum zie je de structuur in het klein, maar je ziet dat meteen ook in het groot. Het is alsof dat die grotere de kleinere ophangt, terwijl dat de geometrie dezelfde is. En op die manier zie je dat er eigenlijk mogelijkheid is tot expansie of implosie. En dat die eigenlijk op die manier kunnen gaan corresponderen met elkaar. De structuur die bestaat uit de knooppunten en de stijgerbuizen. Stijgerbuizen waarvan dat we eigenlijk een standaardlengte gebruikt hebben. En dan een aangepaste lengte om tussen te kunnen corresponderen met de knooppunten. En dan hebben we een PMMA-platen gebruikt. Recycleerbare plexi, kunnen we zo zeggen, met folies aangebracht die eigenlijk de structuur, de binnenstructuur, de binnengeometrie bestrijden.